Voor Joost van Aken was het een bijzondere week. In de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard speelde de centrale verdediger uit eigen jeugd zijn 100ste eredivisiewedstrijd in het Friese shirt. Ja, dat is toch wel een bijzonder mijlpaal voor mij, denk ik. Dat 100 eredivisiewedstrijden. En verspreid over meerdere jaren, dus is een mooi getal en ik hoop dat er nog meer zullen volgen. Ja, hoe was het meteen om hier als jonge jongen bij Heerenveen te komen? Ja, ik kende Heerenveen wel een beetje natuurlijk, maar ik kwam uit de Randstad. En was altijd Heerenveen was wel een bepaalde club waarvan iedereen een gevoel had van dat is een hele fijne club of zo om te zijn. Maar toch kende ik het niet echt. Dus toen ik hier terecht kwam, toen werd die gedachte eigenlijk wel bevestigd. Dat het een hele fijne familieclub is. En ik denk dat ik daar in het begin heel goed bij gedij. En dat het uiteindelijk ook met de gastgezinnen waarin ik heb gezeten. Dat het gewoon allemaal één grote familie was en korte lijntjes binnen de club. En ik heb me hier altijd wel thuis gevoeld, ja, vanaf het begin. Ja, ik voel me heel, heel vrolijk eigenlijk, natuurlijk. Ik ben heel blij dat zo'n mooi moment als vandaag ervan gekomen is. En hier heb je hard voor gewerkt, denk ik, al die jaren. En het is een mooie beloning voor de afgelopen jaren. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ik weet niet welk jaar het was, niet precies. Volgens mij was ik 18. Ja, eerste contract bij Heerenveen. Ja, je ziet wel dat ik een stuk jonger was dan nu. Maar dat was voor mij wel een mooi moment, omdat je bent in de jeugd, ben je ergens naartoe aan het werken voor jezelf. Je hebt een doel om uiteindelijk natuurlijk spelen bij het eerste elftal te worden, maar daarin is een contract verdienen wel eigenlijk de eerste stap. Dat je het gevoel hebt, oké, van nu gaat het serieus worden. En nu zien ze ook potentie in mij, anders zouden ze dat contract waarschijnlijk niet gegeven hebben. Dus dat was wel iets wat met de familie eventjes gevierd hebben, ja. Hier de wissel van Aken, dit was dat moment van de Boer. Ja, ik heb in de jeugd bij Ajax dan gezeten en het was Frank de Boer mijn trainer. Dus vandaar denk ik, ik vond het wel grappig dat hij me nog herkende, want dat was ook wel een tijd terug geweest. Als vervanger van Joey van den Berg maakt hij zijn debuut in het eerste elftal van Sportclub Heerenveen. Joost van Aken, 19 jaar. De wedstrijd was al gespeeld, maar voor mij was het natuurlijk wel een heel, heel ander gevoel dan de jongens die toen al op het veld stonden waarschijnlijk. Voor mij was het een mooi moment. En heb ik die wedstrijd als bijzonder ervaren en mooi. Terwijl je natuurlijk wel met 3-0... naar huis gaat, maar voor mij was het gewoon een soort van bevestiging van oké, je bent op de goede weg. Kijk, dit is wel een stand dat het de trainer de kans geeft en toelaat om misschien een jongen waarbij hij het gevoel heeft van oké, die is in ieder geval op de goede weg, dan een laatste zetje in de rug te geven. En ja, dat was voor mij wel speciaal. Mulder is op doel, drie man centraal. Van Aken met nummer 3 zie je daar lopen. Voor Van Aken is het zijn eerste eredivisiewedstrijd weer terug sinds lange tijd. 19 augustus 2017 was de laatste keer dat hij in de eredivisie minuten maakte. Ja, ik heb het zwaar gehad. Veel blessures. Veel operaties. Mensen die me hebben afgeschreven. Mensen die zeiden dat professioneel voetbal misschien er niet meer in zat. Dus ik ben blij dat ik heb laten zien vandaag dat ik het nog kan. Het was voor mij gewoon een heel emotioneel moment. En ik denk dat de meeste mensen dat interview nog wel zullen kunnen herinneren. Ja. Ik denk dat dat ook is hoe ik ben en ook hoe ik wil zijn. Is dat het gewoon. Ik wil daarin gewoon ook gewoon eerlijk en open zijn. Want het leven van een voetballer is. Het ziet er vaak mooi uit, maar het is niet altijd wat je ervan verwacht en wat je ervan hoopt. En ja, dat leer je niet. Hè? Als je jong bent, dan gaat vaak, niet voor iedereen, maar gaat vaak gaan, denk je niet nagaan dingen vanzelf. Ik heb dat toen de tijd als mentaal zwaar ervaren. En daarin, daar komt die emotie dan ook vandaan. Het is wel voor mij was het een soort van nieuw begin van een nieuwe periode. Waar ik lange tijd naar uitkeek en hard voor had gewerkt om daar weer te staan. Dus in dat opzicht was het eigenlijk alles wat bij elkaar kwam ofzo. In de richting van Sven van Beek. Die wint dat kopduel. Dan kan Dreesvis niet schieten. Van Ewijk nog een keer. En dan valt hij ook nog. Gaat hij er ook nog in. Niks winst Cambuur. Het is 3-3. Van Aken. Ja. Gewoon echt pure ontlading.
3-3 tegen Cambuur. Ja, dat je dan op die manier de wedstrijd nog kan eindigen. En een punt eruit kan slepen. Ja, het was sowieso een bizarre wedstrijd. Maar ook natuurlijk gewoon wetende vanuit de derbies van het verleden. En de omgeving waar je hebt gewoond. Hoe belangrijk dat voor mensen is, die wedstrijd. Ik kwam terug van een blessure. En ik merkte al vrij snel in die wedstrijd van ja, die blessure die is toch nog niet zo hersteld zoals ik gehoopt had. En toen voelde ik het alweer erin schieten. Dat ik dacht van ja, kut, dit is... Dit kan wel weer een tijd gaan duren. En toen had ik zoiets van ja, maar ja, je staat nu in die wedstrijd van, weet je, het is niet de goede gedachte. Maar ik had zoiets van ja, dan loop ik nu maar alles kapot. En dan speel ik in ieder geval die wedstrijd uit. En dan op dat moment met een aflopend contract dacht ik van ja, dan eindigde ik die wedstrijd in ieder geval met een wedstrijd van Heerenveen-Cambuur die ik gewoon uitgespeeld heb. Nou ja, uiteindelijk is het gelukkig allemaal iets anders verlopen en ben ik gewoon weer, heb ik mijn contract mogen verlengen en daarna nog gewoon prima lekker kunnen voetballen. Alleen ja, op dat moment die gedachte is gespoken dan door je hoofd, dat ik dacht van ja, oké, weet je, dit zou wel gewoon of zo een cirkel zijn die dan rond zal zijn gekomen als je op die manier de laatste minuut doelpunt maakt, laatste balcontact van de wedstrijd volgens mij, voor mezelf ook, dan... Ja, het was bijzonder. Het was bizar. Een van de mooie wedstrijden die je in je 100 had gespeeld. Eigenlijk alleen op naar nog meer. Ja, dat hoop ik wel. Ik ben blij dat ik natuurlijk nu weer wat meer kan spelen. Ik heb gewoon een bijzonder gevoel bij Heerenveen. En dat zal altijd zo blijven. Dus het is wel... ondanks dat een jongen uit de Randstad is het wel een beetje... mijn clubje geworden voor mijn gevoel. En ik hoop dat daar nog veel wedstrijden achteraan komen. Ja.